vervolg van de fictieve brieven van Arthur Rimbaud. Parijs, Rue Victor Cousin, 18 juni 1872. Parijs, Rue Victor Cousin, 18 juni 1872. Lieve vader, ik ben terug in Parijs en wel in het Hotel Cluny, in het hoorbaar pompende hart van mijn geliefde stad. De vrouw van Verlaine had me een gemene poets gebakken, al begreep ik dat pas later tijdens mijn tussenverblijf in het nog altijd muffe Charleville. Na die troosteloosheid en dorheid ben ik blij terug te zijn bij mijn grote vriend Paul. Moeder had zich nu volledig van mij afgekeerd, dus ook wat dat betreft is het een weelde om terug te zijn. Langzaam maar zeker overwin ik mijn zwaarmoedige buien en ik heb Paul gezegd dat hij anders maar moet kiezen tussen mij en zijn wijfje. Hij doet er alles aan om mij maar niet op stank te jagen, want daarvoor houdt hij te veel van mij. Het is een rare snuiter die van twee walletjes wil eten en dat accepteer ik maar matig. Vrouwen brengen niets dan ongeluk. Daar zijn wij het wel over eens, dunkt me. Je hebt ook vrouwen die als een muze zijn, maar dat is Mathilde geenszins. En dan dat kleine mormel van hun, volgens mij zit hij er zelf ook aardig mee in zijn maag. Maar hij drinkt weer als nooit tevoren en gek genoeg, dat doet hem goed. Je ziet hem opknappen. We zijn wel eens vals tegen elkaar, maar we weten van elkaar dat dat de demonen zijn die eruit moeten. De opgestapelde ellende van jaren her. Al die vervelende opgelegde oude patronen waarin we vastzaten. Waaraan we vroeger machteloos overgeleverd waren. Baudelaire verkondigt in zijn Paradis Artificiels uiteindelijk dat de hars geen juiste weg is. Maar dat kon voor hem zo zijn. Voor mij opent het nog steeds geheime deuren met kleurrijke, buitenaardse landschappen. Ik loop op dons en ik zie vrouwen in de meest vulgaire houdingen. Zij bieden mij hun borsten aan alsof het snoepgoed is. Ik zuig aan alle tepels en ik kom klaar in hun lachende gezichten. Zij willen allemaal aan mijn penis likken en hun vochtige kutten smachten allemaal naar het helende zaad, naar het helende zaad uit mijn stamper. Stampertje. Ik ben dronken van geilheid en mijn pik is groter dan ooit. Ik kan door muren gaan en jonge meisjes ontmaagden, met hun kittelaars spelen zoals ze het zelf niet kunnen. Ik hoor ze overal om mij heen, ze spelen met zichzelf. Terwijl ze kreunend denken aan mij. Hash maakt dat het onzichtbare zichtbaar wordt. Ik steel hun geilheid en ik maak er kunst van. Alle geluiden dringen dieper tot mij door. Het is feest in mijn hersens en niemand die het weet, dat ik alleen en Paul natuurlijk, aan zijn wazige ogen kan zien dat hij iets dergelijks meemaakt. Extase is het mooiste wat een mens kan bereiken. Hoe? Dat doet er niet toe. Ik las de mystieke poëzie van Theresia van Avila en zij staat gelijk aan mij wat betreft haar geestelijke diepgang. Alle heiligen liggen op één lijn met mij, vooral Franciscus van Assisi. Die predikte toch armoede? Wel, je zou mijn wandelende skelet eens moeten zien. De katten schieten zelfs weg voor mij. Ik predik mijn bevrijdingsleer in de talloze kroegen, waar Paul en ik onze woonhuizen van maakten. Als hij te geil en luidruchtig wordt, dan trek ik hem af op de pispotten. Lekkere knul, gromt hij dan, terwijl hij alweer naar een volgend glas absint snakt.
In onze dode momenten schrijven we onze gedichten aan één stuk door, totdat de geur van alcohol ons weer lokt. Het eeuwige vertier, tot we er uitgemergeld en meer dan stom dronken bij neervallen. Wij offeren ons op voor een God die wij niet willen kennen, als de beelden maar komen. In wezen leven wij alleen daarvoor, voor de kunst van hogere beelden. Ik zie meer en meer het hogere in het aardse. Wanneer ik een zwart kutje van een hoer lik, dan ontvang ik goddelijke beelden. En als zij dan ook nog ligt klaar te komen, dan spetteren de woorden op mijn papieren tong. Dat slik ik dan in om het later weer op te hoesten. Soms bedrijf ik de liefde met vrouwen, zonder dat wij onze lichamen verroeren. Dat is echt het zullen. Het daalt dan een tintelende energie van boven in mijn hoofd en die verplaatst zich heel langzaam naar beneden. Ik kan dan niet bewegen. Zij ervaart hetzelfde. En de vreugde die daardoor ontstaat, is een universeel orgasme, wat merkbaar is in al de poriën. Beter is het hier niet over te spreken. Dit is God zelf. Hij blaast zijn warme adem door mij heen. En ik citeer wat er binnenkomt. Nee, nee, Jezus heeft zijn ideeën ook niet uit zijn duim gezogen. Daarvoor heeft hij ook onder menige rok gesnuffeld. En dat zullen hele bijzondere jodinnen geweest zijn, want vrouwen dragen de ware scheppingskracht in zich. Dat weet iedere kunstenaar, en daar zijn de meeste mannen vaak stinkend jaloers op. Maar eerlijk is eerlijk, we verlangen allemaal naar de volle borsten van God. Ik vroeg laatst aan Paul of Mathilde niet een keer met mij naar bed wilde. Zou je dat dan willen? Vroeg hij. Ach, zei ik, het kan niet altijd zomer zijn. Hij schaterde het uit, terwijl zijn bolle bierbuik heen en weer drilde. Van mij mag je hoor, zei hij. Maar niet van haar, hè? Antwoordde ik. Hij knikte en hij gaf mij een slecht uitgevoerde knipoog. Gemeend, zei ik. En ik streelde daarbij zijn buik. Iets wat hij heel lekker vindt en wat hem kalmeert. Al zag ik al gauw dat het ook iets in hem wakker maakte. Met mijn lange, slanke vingers gleed ik door naar zijn gezwollen lid. De geile beer begon alweer te grommen. Oh ja, fluisterde hij. Over het puntje van mijn eikel. Langzaam, langzaam. Niet te wild. Kom hier, ik wil jouw penis ook voelen. Wat een heerlijke stengel. Kom hier, kom naast me liggen. Ik hield zijn dikke piel omklemd met mijn hand, terwijl hij mij heftig zat stijf te maken. Nu wil ik jou eens in mij voelen, zei hij. En hij ging met zijn brede rug naar mij toe liggen. Wacht, zei hij, ik zal eerst mijn anus wat wijder maken met mijn natte vinger. Dat deed hij. En daarna heb ik hem zo fel genaaid, het leek alsof ik hem kapot wilde rammen. Hier, riep ik, wat heb je verdiend, logvarken? En ergens aan de zijkant van mijn bloeddoorlopen ogen meende ik soldaten te zien. Vuile kerels, die barsten van de minachting. Ik voelde me opeens heel goor, en toen het afgelopen was, werd ik furieus op Paul. Ik zie nog de verbazing in zijn bedroefde ogen. Hij begreep er niets van. Waar had hij opeens die plotselinge geestelingen aan verdiend? Hij wist het niet en ik wilde het niet weten. Ik kon alleen nog maar sadistisch doen, om maar niet dat leed van vroeger opnieuw te ervaren. Paul werd daarbij het onschuldige slachtoffer. Maar dit alles is niets in vergelijking met de sprankelende vervoeringen die ik in deze tijd beleef. De eeuwigheid is mij genadig en zij zal mij ook de rotte plekken in mijn ziel vergeven. De
De poëzie daalt blijmoedig neer op de vorm papier die ik overal vandaan haal. Zij vertaalt vloeiend de woeste zee van mijn emoties en alles vind ik bruikbaar in die zee. Traditie hak ik omver, zoals altijd blijf ik hakken tot ik me vrij genoeg voel. Ik voel me zo licht en ongeremd als toen ik een kind was. Ik kan alles, ik mag alles, ik doe alles. De has maakt me loom en mild. Ik zak weer weg. Ik voel het, vader. Neem ook eens wat. Het zou je goed doen. Het zal je pijn verzachten. Kan dat? Ja, dat kan. En de visioenen zullen je zuiveren als wervelwinden. Als draaikolken. Als parabels. Mijn lieve vader, ik heb het bereikt. Ik gloei van top tot teen. Ik ben een en al poëzie. Ik hoef alleen maar ergens te snijden en het stroomt er vanzelf uit. Blijf een vrije vogel. Hoger, uw dronken zoon, Arthur Rimbaud. P.S. Woon je wel in Dijon? Antwoord dan toch.